Yo mensen, Jarask hier en welkom bij mijn allereerste Battlefield 4 gameplay hier op mijn kanaal Jarask Gaming. Ik heb natuurlijk op dit moment de PlayStation 4, daarop heb ik natuurlijk Battlefield 4 gekocht en vandaag voor jullie mijn allereerste gameplay. Het is een rush gameplay, 16 tegen 16, in totaal speel je dit met 32 mensen. En wat deze gameplay ten eerste inhoudt is, je hebt twee bommen. Je zit of aan de defend kant, aan de verdedig kant, dan moet je die twee bommen verdedigen. Of je zit aan de attack kant en dan moet je die twee bommen gaan planten. De attackers, dus wat ik in dit geval ben, hebben in totaal 75 levens. Zijn die 75 levens op en je hebt nog niet alle twee de bommen geplant, dan heb je het potje verloren. In totaal moet je deze twee bommen planten, dan ren je door naar een ander stuk van de map, moet je daar weer twee planten. Ren je weer door naar een ander stuk van de map, moet je daar weer twee bommen planten. Maar, als jullie meer Battlefield op mijn kanaal willen zien, laat dan even een duimpje omhoog achter. En sowieso, aan het einde van de video ga ik ook PlayStation kaarten weggeven, gesponsord door psncode.nl. Dus blijf sowieso natuurlijk eventjes kijken tot aan het einde. Wil je meedoen met de giveaway van de PlayStation kaarten. Maar, je ziet hier, de graphics ten eerste, ze zien er briljant uit. Waarschijnlijk als jullie op YouTube kijken, is de kwaliteit ietsje minder geworden. Maar dat komt omdat ik natuurlijk op moet nemen met de share knop. Daarna moet ik het uploaden naar Facebook. Moet ik van Facebook af downloaden. Dus de kwaliteit is natuurlijk iets minder op YouTube dan wat je zelf op je PlayStation 4 ziet. Bijvoorbeeld de singleplayer van Battlefield is echt zo freaking vet. Ik heb de singleplayer gespeeld. Ik heb hem in één dag uitgespeeld. Gewoon de hele nacht doorgespeeld omdat ik niet meer kon stoppen. Ten eerste, de singleplayer hoeft nooit te laden. Ten tweede, het is een doorlopend verhaal met een einde eraan vast. En het is gewoon briljant. Elke missie is totaal anders wat de missie daarvoor was. En ik vond de singleplayer echt heel erg vet. Daarna ging ik natuurlijk naar de multiplayer toe. Daarom ook deze gameplay. Dit is ongeveer mijn eerste potje rush en mijn tiende potje ongeveer qua alle games die ik heb gespeeld. Ik heb een beetje Conquest gespeeld, maar Conquest, dat zijn hele grote mappen en daar ben ik echt heel erg slecht in. En ik heb een beetje Team Deathmatch gespeeld, maar dat vind ik niet zo leuk. En nu speel ik dus Rush voor jullie. Rush vind ik een hele leuke game mode. Ik hou ervan om op de attack kant te zitten, want dan kan je natuurlijk op afrennen. Want als je moet gaan verdedigen, zit je eigenlijk een beetje te campen in je span. Zit je een beetje die bommen te verdedigen natuurlijk, wat je ook moet doen. En dat vind ik nooit zo leuk. Maar alsnog, ik vind Battlefield 4 een heel leuk spel om te spelen. Het is totaal anders dan natuurlijk Call of Duty. Het speelt heel anders. De sensitivity is heel anders. Je moet heel anders met je wapen schieten. Want als je bijvoorbeeld de lange afstand wil schieten, dan moet je de hele tijd tik, 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 tik op je R1 drukken. Want anders kan die lange afstand nooit schieten. Dus ik vind het persoonlijk echt gewoon een heel erg leuk spel om te spelen. Maar het is puur, waar ik echt puur ben. Ik heb nu dus ongeveer, nou in totaal 15-10 potjes gespeeld of zo. En ja, ik snap er nog niet heel veel van. Ik weet dat je mensen moet killen. Ik weet dat je met je wapen moet gaan schieten. Maar verder snap ik niet echt hoe je nou makkelijk bijvoorbeeld de goede score kan halen. Dus dat ga ik voor jullie natuurlijk even allemaal uitvogelen. En als ik daar eenmaal achter ben, dan wil ik ook misschien tips en tricks of zo op mijn kanaal gaan doen. Want ik vind... mijn hond zit doorheen te piepen. Ik vind Battlefield echt gewoon heel erg leuk om te spelen. En ik denk dat het ook wel leuk is om naar te kijken. Want het is een totaal ander spel natuurlijk dan Call of Duty. En ik ben natuurlijk een Call of Duty kanaal. Maar ik speel natuurlijk ook andere spellen. Daarom deze Battlefield gameplay. En als je afvraagt waarom mijn hond zit te piepen. Mijn hond is loops. Dus ze is ongesteld. En ze heeft dus bijna in de buik. En ja, daarom zit ze nu te piepen. Want ik heb haar net uitgelaten. En als ze net uit is geweest, dan doet de buik pijn. Dus dan gaat ze naast me lopen piepen. Dus er is niks aan de hand hoor. Maar die loopsheid is bijna om. En dan laat ik haar natuurlijk steriliseren. Want dan wordt ze nooit meer loops. Maar dan kan ze ook niet meer zwanger worden. Maar natuurlijk hoef ik geen husky puppies te hebben. Maar Battlefield 4 vind ik echt dus heel erg leuk om te spelen. Ik ga het zeker ook veel vaker spelen. Want ja, dit spel, kijk dan hoe het eruit ziet. Kijk gewoon alleen even hoe het eruit ziet. Kijk dan hoe ik met dit wapen schiet. Waar je natuurlijk ook op moet letten, je hebt maar een beperkt aantal ammo capaciteit. Dus je moet gewoon de hele tijd ook goed op je ammo letten. Want hiervoor was ik bijvoorbeeld out of ammo. Je moet ook de hele tijd health packs op de grond gooien. Want ik speel nu met de Assault Strike Package. Met de Assault Class. En dan heb je medic boxen. En die medic boxen kan je op de grond gooien. En dan krijg je weer heal erbij. Want rechts onderin zie je gewoon de HUD natuurlijk. Links onderin heb je de minimap. Je squad members. En natuurlijk de score van het game zelf. En rechts onderin heb je je ammo staan. En je health. Helemaal rechts onderin, dat plusje, dat is je health. Als die naar beneden gaat, moet je even zo'n medic box op de grond gooien. En dan krijg je het er natuurlijk automatisch weer bij. Maar hier sneakte ik echt gewoon om die muur heen. Kijk, de B-bom moest ik planten. Dus ik dacht, ik ren er gewoon meteen op af. Dus ik plant die bom. Gewoon chill, chill, chill. Planten, 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 planten. En dan moet je gaan verdedigen. Als je hebt gepland, moet je gaan verdedigen. Want die bom moet ontploffen. Maar dat stelt het natuurlijk niet mee. Dus ik ging verdedigen. Ik ga opletten. Komt er eentje. Huppatee. Dwars door zijn kop geschoten met de AK-12 waar ik hiermee speel. Staat een red dot sightje op. En natuurlijk de laser sight. En toen kwamen er meer aan rennen. Toen dacht ik van,
Holy shit, Jan, verdedig de bom. Maar natuurlijk, ik ben nog niet helemaal ingespeeld op Battlefield. Dus ik liep hier naar deze persoon toe. En ik stopte met schieten, terwijl hij nog niet dood was. En dat komt omdat ik natuurlijk Call of Duty gewend ben. Ik ben Call of Duty gewend, dan ben je gewoon dood in 2, 3, 4 kogeltjes. Ligt eraan welk wapen je speelt. En in dit spel gaat het vele, vele malen slomer. Maar de bom was wel ontploft, terwijl ik de killcam aan het kijken was. En hier zat ik in een helikopter. Dat is natuurlijk ook in Battlefield zo. Je kan in helikopters, je kan in jeeps, je kan in tanks, je kan in straaljagers. En dat is ook gewoon zo vet. Dus het is een heel ander spel dan Call of Duty. Als jij mij vraagt van, Jan, kan je Call of Duty met Battlefield vergelijken? Nee, onmogelijk. Het speelt anders, gameplay is anders en het hele spel is gewoon anders. Natuurlijk, de enige overeenkomst die erin zit, je moet mensen afschieten. Dat is alles. Maar het punt in Battlefield is, je score maakt helemaal niet uit. Ook al ga jij 0-20, ook al ga je 0-30, als jij het potje wint, is elke score die je ook maar haalt, is goed. En dat is zo vet aan Battlefield. Je score maakt echt niks uit. In Team Deathmatch daarentegen, als je dat op Battlefield speelt, maakt je score natuurlijk wel uit. Want in Team Deathmatch moet je gewoon een goede score halen om een potje te winnen. Maar bijvoorbeeld in Rush, het gaat erom dat jij de bom plant. Het gaat erom dat jij de bommen defend. En als jij de bom plant met een score van 0-10 en je hebt dan alsnog je team naar de overwinning geholpen, dan is dat een goede score. Kijk bij de weer hier ook. Die hele dam die stort gewoon in. En let op deze steen. Let goed op. Nieuw! Die steen die killde me gewoon bijna, man. Die rolde bijna tegen mijn kop aan. Maar dit maakt het spel zo vet. Er gebeurt van alles. Er lopen overal enemies. En je kan nu ook, want dat was op de PlayStation 3 nog niet het geval, 32-32 spelen in Conquest. Je kan 16-16 spelen in Rush. En je kan 10-10 spelen in Team Deathmatch Domination. Dus de mappen zijn natuurlijk wat groter dan in Call of Duty. Maar je hebt ook veel meer spelers die erin zitten. Maar de giveaway, mensen, voordat de gameplay erop zit. De giveaway is gesponsord door psncode.nl. In de link staat een beschrijving. Ik zou zeggen, check dat eventjes. Want die site die levert heel erg snel codes. Als jij daar een code bestelt, gewoon 20 euro, 50 euro, 60 euro, 80 euro... dan krijg jij ongeveer meteen een code in je e-mailadres gestuurd van 15 seconden lang. 15 seconden lang en meteen heb je die code binnen. Dus ik zou zeggen, neem even een kijkje op hun site. In deze video ga ik één PlayStation code ter waarde van 20 euro weggeven. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is natuurlijk even de video liken. Dat is natuurlijk logisch. En wat je ten tweede moet doen is eventjes een reactie achterlaten waarom jij die PlayStation code wil. Misschien wil je hem om PlayStation Plus te kopen. Misschien wil je hem wel gewoon hebben om een spelletje te kopen in de PlayStation Store. Maar laat mij dat eventjes weten. Want de persoon met de leukste reactie en de random persoon die ik natuurlijk ga uitkiezen, die wint de PlayStation kaart. En waarschijnlijk ga ik hem meer weggeven. Dus hou zeker mijn kanaal natuurlijk eventjes in de gaten. Maar je ziet hier, ik moest hier nog één bom planten. Ik dacht van, oké, hier gaan we. Één bom planten. Kom aan. En ik drop hier zo meteen door het raampje heen. En toen ging ik helaas dood. Want ik sprong, zeg maar, door het raampje heen. En toen landde ik op iemand zijn hoofd. Dus dat was echt gewoon niet handig van mij. Maar nog even voor de giveaway. Check dus even zijn site uit. De link staat in de beschrijving. Ze hebben mij die codes gewoon gratis natuurlijk toegestuurd. En daarom geef ik ze ook weer weg aan jullie. Dus een shoutout is natuurlijk wel op zijn plaats. Want om gewoon zomaar mij 40 euro aan PlayStation kaarts te geven, dat is natuurlijk wel chill. Dus check gewoon even hun site. PlayStation kaarten kan je erop kopen. Ook Xbox kaarten. Maar ik ben meer natuurlijk van de PlayStation kant. Dus ja, als jij de PlayStation 4 koopt, moet je ook PlayStation Plus kopen. Dat is 50 euro per jaar. En die site is daar gewoon heel chill voor. Maar hier ging ik die bom planten. Want we moesten natuurlijk die bom planten. We hadden nog 53 levens in totaal over. 52 nu. En ik dacht van, oké, hier gaan we. De bom planten. Die vent die redde me met teammate. Toen ging ik de bom planten. Tik. En nu moet je natuurlijk weer gaan defenden. Die bom moet ontploffen, anders stelt hij niet mee. Dus ik ging chill. Kom aan. Bom planten. Meteen niet naar beneden. Want mijn teammate staat de andere trappetje dekken. En er waren twee trappetjes omhoog. Dus ik dekte dit trappetje. En toen kwam er natuurlijk eentje aanrennen. Lean functie zit er natuurlijk ook weer in. Dus hier ging ik weer leanen. En bam, één keer binnen. Toen zag ik er eentje aankomen rennen, maar ik zag ook mijn ML4 kogels. Draaide ik meteen om, gooide ik een nade op de grond, kwamen ze door de deur en rennen 1 kill, 2 kill en 3-2-1. De bom gaat nu ontploffen en we hebben het potje gewonnen. Dus mensen, mocht je hebben genoten van dit Battlefield compleetje, geef even een duimpje omhoog. Ik wil meer Battlefield gaan uploaden, want ik vind het echt een heel chill spel. Als je PlayStation code wil winnen, is het enige wat je hoeft te doen even de video liken en een reactie achter te laten waarom je deze PlayStation code wil winnen. En dan zeg ik voor vandaag tot de volgende keer weer en bye bye.